welkom bij deze nieuwe video. Het is weer vandaag een nieuwe dag hier in Spanje, Alicante. Na mijn dramatische dag van gisteren, die jullie hebben gezien in de laatste vlog, ben ik weer optimistisch vandaag, zoals ik altijd ben. En ga ik er weer vandaag het beste van maken. Ik proclameer dat deze dag beter zal gaan. Het is nu dag 5 voor mij in Spanje. En vandaag ga ik echt naar Sephora. Ik weet dat ik al heel lang zeg dat ik naar Sephora ga. Maar het heel dat niet lukt. Vandaag ga ik echt, want ik ga zo echt gewoon gelijk daarheen. En ik laat niks meer stoppen vandaag. Ik ben dus gisteren ook mijn AirPods verloren. Dus ik ga ook naar de Apple winkel om een nieuwe te halen. En ja, we gaan gewoon vandaag een beetje winkelen. Vandaag wordt een beetje een winkeldag. Vooral make-up winkelen ga ik vandaag doen. Het is vandaag zondag. Het is nog weekend. Wat dus inhoudt dat het hier nog een beetje druk kan zijn. Ik zie ook hier op het strand dat het strand tegenover ons huis druk is. En dat strand is nooit druk. Dus dat laat me al zien dat het dus weekend is en wat drukker is. Gisteren was het echt super druk. Maar ja, dat was ook zaterdag. Ik denk vandaag wel iets minder, maar nog wel wat drukjes. Ik heb gemerkt dat nu ik alleen ben, ik drukke dingen niet zo fijn vind. Terwijl normaal maakt het me helemaal niet uit of het drukt of niet. Maar als je alleen bent, is het toch niet zo fijn als je midden in drukte zit en zo. Dus dat is ook weer iets wat ik heb geleerd van deze reis. Maar goed, ik ga er gewoon alsnog op uit. Het is weer 34 graden vandaag. Lekker warm. Er is nu ook een soort van feest hier aan de gang of zo. Waar dan een heleboel wegen zijn afgesloten en het allemaal extra druk is. Dus ik ga vandaag ook niet met de auto, maar ik ga een taxi bestellen via de app Cabify. Is super makkelijk. Je ziet gewoon gelijk hoeveel je betaalt en ook hoe lang je moet wachten. Ik heb net ook eventjes opgezocht en ik zou 6 minuten maar hoeven te wachten voordat die man of vrouw hier is. Dus dat is wat makkelijker voor mij, want dan kan ik hem gewoon mij letterlijk laten droppen bij Sephora en dan vanaf daar kan ik gewoon lekker gaan wandelen en winkelen. Sephora is ook echt mijn happy place, dus dat kan ook weer gelijk mijn mood goed maken. Ook wil ik vandaag boodschappen doen, want ik heb echt niks in huis. Maar ja, dat is dus allemaal de planning van vandaag die ik nou in mijn hoofd heb. Maar ik heb al vaak gemerkt dat de planning niet per se is wat ook echt gebeurt. Dus ja, maar goed, dat is wel de planning van vandaag en ik neem jullie weer gezellig met me mee. Ik zal jullie laten zien wat ik aan heb. Dit is de set die ik aan heb. Super cute. Deze set is van Chiquelle. Deze top en broek zijn los te koop. Het lijkt op een rok, maar het is gewoon een broek. Hij is wel een beetje te groot voor mij, maar whatever. En de rug is echt super leuk. Kijk even de rug. I love it. Dus dat vind ik zo leuk aan deze hele set. Ik heb het aan met deze witte sandalen en deze witte tas, die jullie al vaker hebben gezien in mijn vlogs. En that's it. Dat is nou hoe ik erop uitga. Wat ik ook echt geweldig vind aan Spanje is dat de vrouwen hier wat beter zijn gekleed dan bij ons, naar mijn mening. Bij ons is het allemaal zo basic. Iedereen draagt gewoon jeans en een top. Altijd heel saai. Niet echt heel extra. Ik hou altijd van extra. Ik vind het altijd leuk om me echt mooi aan te kleden en er goed uit te zien. En bij ons voel ik me af en toe een beetje te extra vergeleken met de rest. Terwijl hier is dat helemaal niet. Letterlijk bijna elke vrouw hier loopt er gewoon echt zo bij. En dat vind ik dus echt heel leuk aan dit land. En je hebt hier ook heel veel leuke winkels om kleding te winkelen. En het is gewoon hier super leuk om een vrouw te zijn als ik. Dus dit is de look van vandaag. I love it. Kijk, ik zal jullie even de Cabify app laten zien. Ik heb dus ingevuld dat ik vanuit huis hier naar Sephora wil. En je ziet dan hier gelijk de opties. Je ziet binnen hoe lang ze er zijn. 6 minuten. En ook de prijs. Oké, ik heb besteld. Nou is hij dus op zoek naar iemand in de buurt die mij kan ophalen en brengen. Nou, ze hebben iemand gevonden. Je kunt ook zien wie het is en wat voor auto het is. En de kentekenplaat, dat is wel handig voordat je bij iemand anders instapt. Ik ben nu onderweg in de taxi. Hij was er echt heel snel, dus dat is wel fijn. En Marmarela. Marmarela is very good. Marmarela? Marmarela. What's that? Is in the Alicante port. Yes? Here. Oké, okay. I went to the beach. Wat dus ook fijn is, is als je wordt opgehaald, is dat iemand je gewoon ook dingen kan vertellen. Dus als je een vraag hebt of zo, dan kan hij je ook ermee helpen. Dus dat is wel fijn, want hij komt gewoon van hier, obviously. Oeh, ik ben er! Het is zo druk, jongens. Eindelijk shoppen. Fenty en Huda Beauty. Vooral Fenty wil ik, want die hebben wij niet. Even kijken, wat heb ik nog niet? Deze gloss heb ik al. Is echt amazing. I love it. Deze glossjes zijn echt fantastisch. Deze heb ik ook al, ook heel fijn. Oeh, deze ziet er ook mooi uit. Kijk deze kleur. Maar deze glanst. Ik wil een matte rode kleur eigenlijk. Deze zijn mat, maar ik heb al zo'n lip paint. Ik wil iets anders nou proberen eigenlijk. Dat is wat je dacht.
English, please. Can I help you? No, I'm good. I'm just looking. Okay, you need help, just tell me. Thank you. Hier is een lipscrub. Mijn is wel opgegaan, dus die moet ik hebben. Huda Beauty, maar ja, die hebben wij ook gewoon. Too Faced hebben wij ook. Rare Beauty, oh my gosh. Ik word zo vaak gevraagd of ik dit wil reviewen, maar het is niet te halen bij ons. Dus ik ga het hier halen, oh my gosh. Ik heb gehoord dat de liquid blushes echt fantastisch zijn. Er is niet echt een liquid blush kleur die matcht met mijn huidskleur. Dat ga je niet menen, jongens. Hier staan ook matte liquid lipsticks. Deze lijkt mij heel mooi zo rood. Is een beetje rood-oranje is ofzo. Dat vind ik niet zo mooi. Ik moet zeggen, de kleuren vallen een beetje tegen. Ik vind ze niet zo mooi, maar ik denk toch gewoon dat ik ga voor rood. Ook al is hij een beetje oranje-rood, is weer iets anders. En ik had het gezien op Celina en ik vond het bij haar wel heel mooi, dus ja. Oké, ik had ook wel deze eyeliner pen gewild, maar ik kan hem niet vinden hier. We gaan verder naar Milk Makeup. Ik hoef niet te herhalen hoe geweldig deze primer is. Die heb ik ook meegenomen naar hier. Misschien ga ik een mascara proberen. Daar ben ik wel benieuwd naar. Misschien deze, de Kush mascara. Do you have this one? The pen? Oh yes, thank you. You're welcome. Those are glosses. Yes, it's nice. They are pretty nice. Yeah, we are on holidays. Something. Oh, yeah, that's called, why. It's called Ogueras. Ogueras? Yeah. Hier hebben we Tarte. Ook een van mijn fave brands. Beste concealer ever, maar ik heb die al. Deze concealer is zo overhyped. Good Apple concealer, dus die ga ik zeker halen. This is very... It's so hard to find a good nude brown. Yeah. Sephora huismerk. Oké, hier zijn wat mini producten. Vind ik wel fijn. Want ik had die micellaire water gehaald. Maar die is echt niet goed genoeg. Dus ik heb nou deze Clinique mini balm ding gehaald. De grote hoef ik niet, want ik ben hier niet heel lang. Die vrouw heeft mij zo goed geholpen. What the F. Ik heb echt veel shit gepakt. Ik hou van Sephora. Zo jammer dat wij die niet hebben. Volgens mij hebben wij wel ooit Sephora gehad. Maar is die weggegaan. It has to come back. Kijk, hier zijn allemaal minis. Minis zijn echt top als je gewoon ja, iets nog niet kent. Oeh, wat gezichtsmaskertjes van de Sephora collectie. Misschien dat ik hier ook iets pak. Ik ben dus echt op zoek naar brands die wij niet hebben. Kijk, bijvoorbeeld Huda Beauty, Glowish hebben wij gewoon. Hier is allemaal skincare. Hoi! Nou, dit zijn gewoon allemaal brands die wij ook hebben, dus dan hoef ik niks. Ik denk dat ik nou wel alles heb gezien, dus let's go! Oké, ik ben klaar. Ik heb geshopt. Nou ga ik verder kijken wat ik allemaal kan vinden hier. Ze waren echt belachelijk, vriendelijk, lief en ze praten goed Engels bij Sephora, dus ik ben echt goed geholpen. I love it! Kijk, deze schattige winkel. Ik ga hier rondloeren. Allemaal felle kleurtjes. Ik ga stuk. Dit is ook wel cute. Oké, het is hier belachelijk duur. Ik ben weer weg. Hi guys. Oké, ik ga hier naar binnen. Ik weet niet wat dit is, maar oké. Hier heb je echt gewoon van alles ofzo. Het is zo mooi hier. Kijk, al deze sieraden. Mensen, ik ben op zoek naar de Apple winkel, maar ik kan hem niet vinden. Ik zie de Apple sign. Hopelijk is hij wel open. Oh, ik zoom te veel in. Kijk naar de Apple sign. Oh my gosh, volgens mij is hij dicht, want het is een zondag. Ja, hij is dicht. Het is hier zo een gedoe om iets te vinden, want alles is ook in een aparte straat. En het is niet gewoon zo één straat. Je moet echt zo straatje in, straatje uit. Oké, ik haal gewoon dit. Het is niet van Apple, maar dan heb ik tenminste voor nu iets. Ik haal die in het roze. Het is een cute winkeltje, I like it. Deze zijn ook cute, zo kleurrijk. Echt leuk. Echt een cute winkeltje. Kijk deze tas, ik ga stuk. Dit is echt te cute. Oh, een hondje. Jij hebt hier ook gewoon de grote bekende winkels, maar ik ben meer op zoek naar gewoon meer Spaanse vibe kleine winkels die wij niet hebben. Kijk, hier even dat hoofd. Het is allemaal voor dit feest wat hier is, voor één week lang allemaal. Ik ga denk ik dit gebouw binnen. We gaan hier naar binnen. Volgens mij heb je hier ook allemaal make-up. I love it. Ja, dit is een beetje bij je Korf-ish vibes. Kijk, al deze leuke tassen. Ze hebben zoveel tassen. What the F? Wat is de obsessie hier met een tas? L'Oreal. Ik weet niet of ik hier iets ga vinden wat ik nog niet heb. Ik wil hun losse Fit Me poeder, maar die is hier ook niet. Ik ga even een smoothie halen bij Starbucks. Dit is wat ik heb besteld. Broodje, een cookie en een smoothie. Ik heb echt super lang moeten wachten op mijn eten en mijn smoothie, maar ik heb het. En dit is dan nu mijn lunch. Ik heb echt geen idee waar ik weer nu loop. Ik wandel gewoon. Ik denk dat het oprecht dit wel gewoon een beach was. Er zijn hier wel een aantal winkels, maar ook vooral grote winkels waar ik niet per se heen hoef vandaag nu. Ik ging vooral voor Sephora en dat is gewoon gelukt. Het is nu
3:30. Ik denk dat ik gewoon nou de taxi-app weer ga gebruiken om mij op te halen. En dan om naar huis te brengen. En dan pak ik de auto om boodschap te gaan doen. Heel veel is ook dicht, want het is gewoon vandaag zondag. Ondanks dat is er wel ook heel veel open. Oké, ik ga nog niet naar huis. Ik ga nog deze winkel in. Mooie witte winkel. Hier is echt vooral allemaal strandkleding en zo. Die ik al wel heb, maar oké. Oh, deze zijn cute. Wat is hier allemaal aan de hand, joh? Kijk even dit. Ik ga stuk. Er is echt een hele vissa hier. Je hoort ook allemaal muziek en zo. Ik zit weer in de taxi, onderweg naar huis. Ik ben weer thuis. Het ging weer goed vandaag. Ik heb me gewoon wel echt vermaakt. Ik vond het wel leuk. Ondanks dat ik niet echt heel goed heb kunnen winkelen, heb ik wel gewoon mijn doel die ik had, is gewoon volbracht. Eindelijk. Ik ben eindelijk naar Sephora geweest. Ik zal jullie even laten zien wat ik allemaal heb gehaald. Oké, tijd voor een kleine haul. Ik heb dus deze 3 tassen. Ik heb deze gehaald. Deze zijn €40. Ik hoop dat ze net zo goed gaan zijn als de AirPods. Als ze dat niet zijn, dan ga ik gewoon die van Apple nog wel halen. Dus voor nou dus deze. Dan dit boutiqueje. Ik kan het niet uitspreken. Darfois of zoiets. Daar heb ik deze oorbelletjes gehaald. Kijk hoe cute. Ik hou altijd van hoops. Dus ja, ik heb gewoon 2 hoops gehaald. Deze zijn €6. Super duper cute. Kijk hoe leuk. I love it. En deze zijn ook €6. Allebei heel leuk. Deze zijn gewoon iets dikker. Ik vind ze dus echt heel leuk. En het belangrijkste, Sephora. Ik heb echt van alles gehaald. Ik ga het allemaal laten zien. Ik ga beginnen met gewoon deze watte schuifjes. Heel handig om mijn make-up ermee af te halen. Ik heb dus deze mini cleansing balm gehaald van Clinique om mijn make-up ermee af te halen. Ik heb ook allemaal extraatjes gehad. Super leuk. Kijk eventjes hoeveel je gewoon krijgt. Ik heb dit gehad, shampoo of whatever. Dit gehad van Tarte, Urban Decay mascara. Gewoon helemaal gratis hè mensen. Deze ook gehad van Benefit. Ook helemaal gratis. What the F. Deze heb ik ook gehad van Urban Decay lipstick denk ik. Deze is wel cute in de kleur Backtalk. Oeh, die kleur is wel cute. Je krijgt zoveel extraatjes. I love it. Oké, en dan nou gewoon echt alles wat ik heb gehaald. Ik heb van Rare Beauty deze mini set gehaald. Ik had dus deze kleur gehaald. Gewoon in de grote versie. Maar toen ik dit zag, ik dacht deze set kost evenveel als gewoon deze in het groot. En dan heb ik 2 kleuren. Dus ik dacht, ik haal de set. Dan heb ik 2 kleuren voor de prijs van 1. Van Rare Beauty heb ik ook de pen. Hier ben ik heel benieuwd naar. Oeh, ik vind hem er heel mooi uitzien. I like it. Van de Sephora collectie. Deze prachtige highlighter. Van Milk, de waterproof mascara. Ik ben voor waterproof gegaan. Omdat ik hier in een zweterig land zit. En ik niks waterproof bij had. Dus ideaal voor op het strand. Ook van Rare Beauty, de liquid blush. Ik zie continu online hoe geweldig hun liquid blushes zijn. Dus ik heb er eentje gehaald in de kleur Hope. De verpakking is ook echt prachtig. Ik ben echt benieuwd. Ik hoop dat het de hype waard is. Mijn lipscrub was op. Dus van Fenty Beauty heb ik ook hun lipscrub gekocht. Van KVD Beauty heb ik hier hun lipgloss in een hele mooie kleur. Camellia 10 of zoiets. Super duper mooie, hele lichte nude gloss. De verpakking is ook zo mooi wit. I like it. En die gloss wilde ik dan combineren met dit lippotloodje van Charlotte Tilbury. In de kleur Foxy Brown. Is een hele mooie, beetje bruinige nude kleur. Dus deze vond ik heel mooi in combinatie met deze nude lip gloss. We zijn nog niet klaar, want van KVD Beauty ook de geweldige concealer. De overhyped Good Apple Concealer. Iedereen vindt hem echt geweldig, dus ik ben heel benieuwd. En als laatste een gezichtsmaskertje B6, ook van de Sephora collectie. Oké, dat is dan alles wat ik heb geshopt. Ik ben best wel enthousiast, vooral over alle Rare Beauty make-up. Oh my gosh, weet je hoe lang ik die al wil gebruiken? Zo jammer dat we die niet gewoon kunnen halen bij ons. Voor de rest, ja, dit was het dan wat ik allemaal heb gehaald. Nou ga ik eventjes hier thuis chillen. Eventjes een half uurtje uitrusten. En dan gaan we weer naar de supermarkt. En dan ga ik boodschappen doen. Want ik ging boodschappen doen op dag 1. Maar toen wist ik nog niet echt waar ik behoefte aan zou hebben. En nu wel, want het is al dag 5. Dus ik weet nou een beetje mijn routine. Dus ik weet wat ik eet en wat niet en drink. Dus nou is het wat makkelijker voor mij om goede boodschappen te gaan doen. Ik heb me heel eventjes snel omgekleed. Want ik ga letterlijk alleen maar boodschappen
boodschappen doen. Dus ik heb gewoon deze top aan van Chiquelle. Broek is van Shein. En deze platform sandalen van de Primark. Die ik dus hier heb gehaald. 1 jaar of 2 jaar terug. Dus even gewoon een makkelijke outfit. Dit is echt zo Spaans. Deze outfit is echt Spaans. Dit is echt de kledingstijl van hier. En I love it. Kijk hoe leuk dit enkelarmbandje is. Kijk hoe cute. Oh ja, by the way, even een SO naar mijn neppe teennagels. Deze zitten er echt al een week gewoon helemaal goed op. Ik ben naar het strand gegaan. Ik heb gewandeld. Grijst. Ze houden het echt super goed vol. I love them. En ook heb ik mijn nieuwe oorbelletjes ingedaan. Ik wilde ze gewoon even proberen. I love them. Super leuk. En ik heb ook net mijn nieuwe AirPods getest. Of ja, nou zijn het geen officiële AirPods meer. Of wel? Is AirPods echt van Apple of is dat gewoon allemaal? Ik vind ze echt fijn. I love them. Heel mooi roze. Qua kwaliteit van het geluid merk ik niet heel veel verschil. Dus ja, voor 40 euro ben ik er echt wel gewoon blij mee. Oké, dus ik ga nou even een boodschapje doen. Ik doe helemaal hier alsof ik echt iets ga doen of zo. Ik ga gewoon even boodschappen doen. Misschien, wil misschien daarna ook iets eten ergens? Het is nog vroeg, het is pas, kijk hè, het is pas 6:30, dus ja, we will see. Kijk hoe mooi het hier is. I love it. En daar zijn we weer. Oh, we gaan weer op voedselzoektocht. Hallo. Oké, dit is dan het grote winkelcentrum die jullie ook al hebben gezien in vlog 1 of 2 of zo. Ik denk vlog 1. Hier is dan de grote Mega XL supermarkt. Deze moet ik wel echt hebben. Je kunt hier gewoon oprecht gewoon verdwalen. Nou, ik moet naar het voedsel toe. Oh my gosh, kijk al deze make-up. Ik heb al zoveel make-up, maar ik wil altijd meer. Kijk, deze prijzen. Allemaal net een paar euro minder dan bij ons. Ik ben op zoek naar croissants. Hier is allemaal vla en zo. Misschien wil ik daar ook wel iets van. Ik hou altijd van vla. Die andere had ik echt op binnen één dag. De andere dag had ik deze gehaald. Maar ik wil nou misschien iets anders proberen. Een ander soort vlaatje of zo. Deze zijn ook wel goed skeer. Zolang het maar chocola is, dan vind ik het goed. Oeh, of deze misschien. Deze zijn ook wel een beetje apart. Ja, deze ga ik ook gewoon halen. Oeh, is dit nou drinkyoghurt? Daar hou ik op zich ook wel van. Ik weet niet of ik het lekker ga vinden hier, maar we kunnen het proberen. Snoepjes. Is hier suiker? Hier is wel thee, maar geen suiker. Dit is echt super handig voor op het strand, van die kleine flesjes. Mensen, even iets heel grappigs. Ik zat toch net te vertellen dat mijn look van vandaag echt super Spaans is to the max. En toevallig komt er net een vrouw naar mij toe en ze begint allemaal Spaans te praten. Dus ik zeg, can you speak English? Dus zij helemaal zo in shock. Ze zegt ze van English. En ze zegt gewoon van, oh my gosh, you really look Spanish. En ik dacht, oh my gosh, dat was ik nog net aan jullie aan het vertellen. Ik ga stuk. Maar dit is echt een fully Spaanse look. En ja, ik moet ook zeggen, ik ben Arabisch. Wij lijken ook wel een beetje op Latina's. Dus ja, er zijn veel overeenkomsten. Vooral als je ook eens zo kleedt. Ik zeg jullie eerlijk, ik ben eigenlijk niet echt klaar om naar huis te gaan. Ik wil nog iets doen. Het is 7:30. Ik heb geen honger. Wat ik normaal nu zou gaan doen is eten. Maar ik heb nog geen honger. Zal ik gewoon alsnog gewoon gaan? Weet je wat ik gewoon ga doen? Ik ga gewoon naar de boulevard. En ik ga gewoon lopen. En ik zie wel. Ik ben bij het strand. Op het terrasje. Oké, ik wilde over de boulevard gaan wandelen. Maar dat heb ik al 100 keer gedaan. Dus ik dacht, ik ga nou gewoon eventjes hier hangen. Bij het strand en een smoothie drinken. Weer de kaart. Die andere dag had ik deze smoothie genomen, maar ik denk misschien vandaag iets anders. Kijk even deze milkshake. I love it. Ik zeg jullie eerlijk, als je naar Alicante komt, zal ik echt naar dit hotel gaan. Ik weet niet eens hoe die heet, maar hij is letterlijk aan het strand. Ik ben onderweg naar huis. Ik was nog aan het twijfelen of ik nog wilde gaan wandelen over de boulevard. Maar mijn voeten doen een beetje pijn, want deze teenslippers doen pijn zo bij de tenen, zeg maar, waar je teen zo ingaat. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga naar huis. Het is nog wel vroeg, is 8:30, maar ja, whatever. Ik kan ook niet tot te laat buiten zijn, want ik ben alleen en ik moet dan een beetje rekening houden met mijn veiligheid. Dus ik ga gewoon lekker naar huis. Het was ook wel een drukke dag vandaag. Lekker rondrijden en genieten van dit mooie uitzicht. Zelfs als je hier gewoon rijdt, is het gewoon mooi. Als je gewoon niks aan het doen bent, is het gewoon een prachtig uitzicht. I love it. Veel beter dan bij ons. Kermisje voor kinderen. I love it. Oké, tijd om mijn make-up eraf te halen. Het is hier niet echt de beste belichting, maar whatever.
Ik ga even mijn haar zo hierachter vastmaken met een klepje. Ik ga dus alles gebruiken wat ik hier heb gehaald om mijn make-up eraf te halen. Want als je mijn eerste vlog hebt gezien, dan heb je gezien dat ik echt super dom al mijn spullen ben vergeten om mijn make-up eraf te halen. Dus ik heb alles hier gehaald. Ik heb deze micellair water gehaald van Evoluderm of zoiets. Deze is echt amazing. Deze is veel beter dan de normale micellair water die ik altijd gebruik. Dus hier ben ik heel blij mee. Een micellair water gebruik ik voor mijn oogmake-up en mijn lippen. Ik doe gewoon zo'n klein beetje op een wattenschuifje en dan haal ik het er zo vanaf. De batterij van mijn vlogcamera is bijna leeg. Dus ik hoop dat hij het nog gaat halen om deze Take My Makeup Off routine nog te laten zien. Kijk even hoeveel make-up. Ik draag zoveel make-up, ik moet echt normaal gaan doen. Wenkjes. En dan nog met de achterkant mijn lippen. En dan is dat gedaan. En ik heb dus vandaag bij Sephora deze mini Clinique Make-up Removing Balm gehaald. Deze is geweldig. Deze heb ik al gehad in de full size. Die pot is echt heel groot. Dus ik weet al wat ik hiervan vind. Wat ik altijd doe is, ik maak mijn handen een klein beetje vochtig. En dan pak ik gewoon zo'n klein beetje van de balm. Klein beetje veel, want ik draag veel make-up. Uitsmeren over mijn hele handen. Dan ga ik gewoon zo over mijn hele gezicht. En ik blijf er gewoon zo overheen gaan. Totdat mijn make-up helemaal wordt afgebroken. Kijk, je kunt zien dat de make-up helemaal afbreekt. Je kunt het ook zien op je handen. Het wordt helemaal zo vettig. Nu ga ik het gewoon afhalen met water. Ik had heel eventjes een oponthoud, want mijn batterij was leeg van mijn camera. Dus ik heb eventjes heel snel opgeladen en I'm back. Oké, de next stap is toner. Die heb ik ook hier gehaald. Die is ook van Evoluderm of zoiets. Deze vind ik iets minder. Ik weet niet, ik heb niet echt het gevoel dat hij iets doet, maar dat kan ook aan mij liggen. Dus die breng ik nog hierna aan. En dan zijn we hierna alweer bijna klaar, jongens. Avondroutine is belangrijk. Dit moet je altijd doen. En dan als laatste ook de nachtcreme die ik hier heb gehaald. Een super random van Cosmia Bio ofzo. Dit was echt gewoon de eerste beste nachtcreme die ik kon vinden. Dus die heb ik gewoon gepakt. Ik kon gewoon echt geen nachtcreme vinden. Heel raar. Wel heel veel dagcremes. Maar niet heel veel nachtcremes. Hij ruikt wel echt heerlijk. I love it. En die smeer ik dan gewoon zo helemaal in. Vergeet niet je nek. En dan zijn we hierna klaar eigenlijk. Oh my gosh, ik wilde ook dit gezichtsmasker opdoen die ik heb gehaald vandaag bij Sephora. Maar ik ben het helemaal vergeten en ik heb mijn crème al opgedaan. Dus deze ga ik opdoen in een andere vlog. Ik zit op het balkon. Ik ga mijn vlog van vandaag editen. Ik heb mijn juice. Ik heb mijn snoepjes. I love it. Mensen, het is hier nou echt eventjes heel druk aan de weg. Ik vind het echt heerlijk om hier te zitten en gewoon te genieten van heel het zeeuitzicht. Ik ga ook vandaag niks meer doen, obviously. Ik ga mijn vloggen editen. Dan ga ik Netflixen en dan ga ik slapen. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de vlog. Alle Sephora make-up ga ik dus nog in een aparte video testen. En ja, ik heb echt weer een leuke dag gehad. Ik ben heel blij. Vooral na de fiasco van gisteren. Nou, vond je de video leuk? Geniet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hier om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!